Wij hebben een hele leuke middag gehad. We hebben een slijmmiddag, de Almeloze slijmmiddag georganiseerd. En we hebben eerst een film gedraaid over slijm maken en een fabriek die met de slijm eigenlijk verbiedt. En daarna hebben de kinderen aan de hand van de workshop van Annette Jacobs, die een boek heeft geschreven over slijm maken, hebben we allemaal zelf slijm gemaakt. Met heel mooie resultaten. Er gaan hele mooie bolletjes slijm weg. En heel veel kinderen. Dus na de coronatijd is dat gewoon een hele fijne middag. Dat we weer kinderen in de bibliotheek mogen ontvangen en kunnen ontvangen. En dat ze ook weer komen natuurlijk. Ja, we hebben het er al over gehad om in de herfstvakantie bijvoorbeeld nog weer een tweede slijmmiddag 2.0 te gaan doen. Er zijn nog meer slijmfilms, dus we kunnen een film nog weer een andere film gaan draaien. En dan ook weer slijm maken. We weten nu hoe het moet. Dat je zelf slijm mag maken. Zo, en zou je dat nu thuis ook kunnen? Ja, we kunnen dat nu wel zelf. Ga je dat ook doen? Ja, sowieso. Maar heb je alles wel wat daarvoor nodig is? Nee, dat kunnen we zo gaan kopen, want we leven heel dag bij twee winkels. Kinderen zijn dol op slijm en daarom leek het een heel goed plan om daar een boek over te maken. Dat gaat over Noortje en Karim en die hebben een superleuke meester. Die meester heeft namelijk bedacht dat ze een project gaan doen met slijm en ze gaan 1000 dingen bedenken die je kan doen met slijm. Nou is het een beetje jammer dat de minister van Belangrijke Zaken een ontzettende hekel heeft aan slijm en die gaat slijm verbieden. Je mag het niet meer maken, je mag er niet mee spelen, je mag het niet kopen. Er staat zelfs gewoon echt een straf op als je met slijm wordt betrapt. Nou, dan besluit de klas om het project toch voor te zetten. Want eigenlijk willen ze aan de minister gaan bewijzen dat slijm helemaal niet vies of smerig is. Maar dat je er dus juist heel creatief van wordt en heel veel fantasie moet hebben om 1000 dingen te kunnen verzinnen die je kunt doen met slijm. En uiteindelijk zit er nog heel veel meer achter. Het is een heel spannend avontuur. Maar dat moet iedereen lekker zelf lezen natuurlijk. Heel YouTube staat vol met filmpjes over hoe je slijm moet maken. Er is echt overal hoogslachtige recepten. En wat er in elk geval in moet is lijm, vloeibare lijm, scheerschuim en lenzenvloeistof. Maar de hoeveelheden zijn niet helemaal bekend. En soms wordt het dus een plakkerige zooi als dit. Dan moet je een beetje meer van het een en een beetje minder van het ander. En dan komt het uiteindelijk goed. De kinderen hierachter hebben enorm geëxperimenteerd. Zitten hele prachtige, mooie slijmslierten die ze goed kunnen uittrekken. En sommige zijn zo dramatisch als de mijne. Klei is heel anders. Klei wordt hard. En klei kun je ook niet zelf maken. En dit is, je kunt het helemaal uittrekken. En dan weer tot een bolletje maken. Je kunt het tegen het plafond gooien en wachten tot het weer naar beneden komt. Je kunt er touwtrekwedstrijden mee doen. Je kunt er van alles mee doen.